moeten beginnen! Rust, gesh, Dimitri, zitten, je doet toch WhatsApp? Laat mij met rust, Sahabi. Doe dit liedje nog een keer. Nog een keertje. Ik ga naar dokter, hij zegt bloeddruk aan jaloers. Jaloers, ergernissen. Omdat ik vind dat heel erg belangrijk, dat er rolmodellen komen. En als ik dat vind, dan moet ik met mezelf beginnen. Wie is deze Shudi met de gehandicapten? Zij praten nog kapot Nederlands dan ik. Als jij bij jouzelf gaat beginnen, alsjeblieft, begin met goed Nederlands. Ja, een beetje dat, maar niet alleen maar homoseksuele mannen en vrouwen die Marokkaners zijn. Zijn ze lesbiseksueel geworden, omdat zij ze lelijk. De eerste stap is altijd moeilijk. Maar zodra dat je dat doet, dan komt de rest vanzelf. Soms is dat wat minder leuke dingen, maar vaak heel leuke dingen. Zij is lelijk, man, vind haar niet mooi. Als je Dimitri, lijkt alsof jij van de trein bent gevallen met jouw hoofd. Met mijn moeder heb ik een heel goede band. Een van mijn broers en mijn vader, die vinden het gewoon niet kunnen. En blijft nog steeds zo. En ik hoop dat het wel veranderd wordt. Als je Dimitri, als ik haar vader zou kennen, oulah! Ik zou hem bij zijn oren pakken en tegen hem zeggen, Shu Dimitri, jouw dochter is lesbiseksueel en jij weet niet alleen maar. En jouw zoon is misschien ook homo. Heel veel mensen die weten niet eens wat dat betekent. Ja, ik moet wel heel vaak zeggen ook van een man die van een man houdt en een vrouw die van een vrouw houdt. Jij kan ook een liedje maken van deze troetie. Dat is de hele tijd energiek. Wacht, remix. En als ik dat vind, dan moet ik met mezelf beginnen. Alsjeblieft, stil! Stil! Waarom houden jullie mij altijd voor deze Shu Dimitri ding, hè? Jij denkt ik heb altijd van de wereld... Jij denkt ik heb altijd van de wereld gehaald mij voor deze Shu Dimitri. Hey. Don't drop! Shu Dimitri.